verstond hij bij het kerkje in Mesch met een rieke historie en we hebben pastoor Driessen bereid gevonden om eens het een en ander over die historie zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van de kerk te gaan vertellen. We staan hier aan de buitenkant bij de kerk, bij de ingang. En aan de buitenkant van de kerk kent je heel goed de bouwgeschiedenis zien. Het oudste gedeelte, dat zijn de drie ramen van het schip. De eerste drie ramen van het schip in het stenen gedeelte. En de datering daarvan is rond de 9e eeuw ontstanden. Dat kent je zien aan het visgraatmotief dat onder de ramen als een verband een mooi versierlaag in het bouwwerk is gemetseld. Dat zijn speerpunten of visgraatmotief. En andere kerken die dat ook hebben, werden ook vanuit die tijd gedateerd. Het volgende gedeelte wat gebouwd is, is het koor. Dat is van kort na 1300. Dus het priesterkoor, dat is in Mergel. En de toren, zoals je hem nu ziet, dat staat niet op de oorspronkelijke plaats. Want vroeger hadden we alleen maar die eerste drie ramen, wie ik vertelde. En de toren is in 1875 door bouwvalligheid ingestort. En in 1888 heeft men de nieuwe toren gebouwd. En tegelijkertijd heeft men toen de kerk vergroot met een vierde raam. En de toren ook een aantal meters naar rechts opgeschoven. Tegelijkertijd heeft men ook het schip van de kerk verhoogd. En dat kunt je zien aan de verband tussen het koor en het schip. Aan de witte mergelstenen, de gelige mergelstenen, zo hoog was vroeger het schip en dat is later dus ruim 1,5 meter verhoogd, zodat het één geheel is geworden. Nou, Pancratius is de patroon van ons parochie en hij leeft het beeld die neven mij, dat is het oudste beeld van de twee, waarvoor Pancratius als soldaat zijn afgebeeld, waar ook op zijn borst een reliek dreugt. En het andere beeld is een iets kleiner beeld, het jonger oog, en dat zit er nog meer tot uitdrukking tot er een soldaat is, althans als zodanig afgebeeld, want hij wordt ook vereerd, behalve dat er patroon van de kinderen en de jeugd is, als patroon van de soldaten. En in dat ene kleinere beeld wordt ook zijn moed, die er ter uitdrukking heeft gebracht wie er de marteldood is gestorven, en die zijn ook de moed van de soldaten, wordt uitgedrukt in het harnas wat er dreugt. En dat zien ze met name in de pochetten, dus op de armen, de koppen die fierheid en dapperheid uitstralen. We stonden bij graafsteen die in de vloer van de kerk met ingemetseld zien. Ja, hier zijn in de 18e eeuw de pastoors nog in de kerk begraven. Dat waren in die tijd drie pastoors, pastoor Wieriks, pastoor Vrijens en pastoor Van Duin. En hier zit er twee grafstenen, die pastoors zijn bekend. En pastoor Van Duin, dat is een interessante geschiedenis, die is namelijk in de Franse tijd gestorven. En toen wordt het verboden om in de kerk te begraven. En de pastoorden hebben ze s'nachts stiekem onder de kerkvloer begraven en de dag daarna een lege zerk op het kerkhof begraven. En dat wordt ongeveer zien moet Geri staan. De kruisweg dat je hier ziet, daar zijn we ook heel trots op. Die is eigenlijk pas vanaf rond het jaar 2000 hier in de kerk. Is oorspronkelijk uit een Franse kloosterkapel van het begin 18e eeuw. En die is toen aangekocht voor de verfraaiing van ons parochiekerk. En is ook het goud weer opnieuw aangebracht. Hier ziet je het hoogaltaar dat in het midden is opgebouwd. En het belangrijkste is natuurlijk het tabernakel met op de deur het lam gods. Als een teken dat door de heilige hosties bewaard werden. Jezus, het lam gods. In het midden, van boven naar beneden, ziet je de drie eenheid afgebeeld. Bovenin God de Vader, met de handen gestrekt. En tussen zijn handen de duif, een symbool van de Heilige Geest. En daaronder het kruisbeeld, de Zoon Christus aan het kruis. Aan de linkerkant der neven ziet je een van de evangelisten, de heilige Marcus. En rechts, tot tegenover, de heilige Lucas.
En iets verder naar beneden, twee heiligen die net als Pancratius onthoofd werden. Aan de ene kant de heilige Remigius en aan de andere kant de heilige Barbara. Hier ziet je een steen in de vloer op het priesterkoor, waar in het Frans opstijt dat pastoor Philippe Lonneux, oud-pastoor van Mecht, deze vloer geschonken heeft in het jaar 1713. De pastoor was maar liefst 56 jaar hier pastoor. Meneer Pastoor, ik ga hebben nu een prachtige kerk laten zien, niet alleen van buiten, maar ook magnifiek van binnen. Schoon opgeknapt. Wie had je zo gaat nu in stand? Nou, dan mogen we hier in ons kleine gemeenschap van geluk spreken, dat we door heel veel medewerking bij hebben van al onze vrijwilligers, in totaal iets meer dan 100 mensen die zich inzetten voor de kerk op allerlei gebieden, zoals ook bij het koor en bij de klussengroep. Maar ook mensen wat zich hebben ingezet om de kerk helemaal pro deo te gaan schilderen. Mensen die de kerk poetsen. En de hele groep die houdt zo eigenlijk hun parochiekerk in stand. En daar zijn we heel blij mee. Laten we hopen dat dat nog heel lang mag doen. Dat ben ik helemaal met het eens. Neven een groep vrijwilligers die allerlei klussen opknappen in deze kerk, hebben we gemerkt dat er ook een groep dames is die hij regelmatig potsen. Ja. Wie denkt dat je dat? Veel zelf doen dat als groep één keer in de 5 weken. Want we zijn met zoveel vrijwilligers dat we dus inderdaad maar één keer op de 5 weken aan de beurt zijn. Wat mij nu opvalt is dat als je in kerken gaat kijken, dat er altijd ouderlui bezig zijn die de pastoor ondersteunen in het parochiële werk. Maar ik zie hij ook een aantal jeugdigen rondlopen. Wat heeft u aangetrokken om bij deze groep mee te gaan doen? Ze hebben mij gevraagd of ik in hun groep wil bijspringen, omdat ze een tekort houden. Maar we hebben ook een jonge pastoor, zoals je weet. En die wil ook de jeugd veel meer bij de kerk betrekken. En die stimuleert dus ook dat ze in alle geledingen van het vrijwilligerswerk ook jeugd vertegenwoordigd hebben. En dat is gezellig werken zo? Ja. We hebben dik genoeg lol en het gaat goed. Ja, wat bedrijft me dat nou? Ik doe het geer, gewoon dat ding is, ik ga klommelen, ik ga klussen, dat doe ik heel geer. En als je dat kunt doen voor de kerk, een historisch gebouw, om dat met in staan te houden, is natuurlijk hartstikke schoon om dat te doen dan. Ik denk dat als je het professioneel moest laten doen, een echte zolder hier moest komen, dat dat veel te duur wordt voor de gemeenschap. En dat vuur. Voorzien met een leuk pleukje. Dat is F, dat is al. En de kerkmeesters niet te vergeten. En er zijn nog een paar zoals die in deur op die ook met helpen. Dus wat wil ze nog niet? Meneer Pastoor, je zit onlangs een paar dagen op vakantie geweest. Wie er terugkomt, wacht er nu een leuke verrassing. Vertel ons. Ja, de schilders die al een hele tijd bezig zijn met de kerk te schilderen voor ons parochie, zijn vrijwilligers uit ons parochie, die hadden aangeboden om in de tussentijd ook de sacristie te schilderen. En ik moet zeggen, ik was heel aangenaam verrast wie weet of ze gevorderd waren, wie ik terugkwam en wie schoon of het geworden is. Het is prachtig. Trouwens ook in de kerk wat ze er allemaal gedaan hebben. Ja.